Mooie concave, mooie finish, mooie auto. Deze 7 serie een hele flinke update geven. Upgrade. Wielen verwisselen. Maar wat gaat er onder? Zet je vossenwielen. Zwart, 22 inch, breed set. Wordt een flinke upgrade voor deze meneer. Ik vind die velg knijterdik. Past perfect bij de auto. Mooie concave, mooie finish, mooie auto, BMW. Lekker. We hebben hier de Ferrari F8 Spider. Daar gaan we een Capriso klepsysteem op monteren. Dus daar ben ik nou mee bezig. Bedrading ga ik nu trekken. Kastje aansluiten. En dan kijken of die net als bij de 812 van een paar dagen of weken geleden. Die met de afstandsbediening te bedienen valt. Het geluid is hetzelfde. Blijft ook hetzelfde. Alleen het ene is wat veranderd is dat je nu zelf kan bepalen of je met klep open of klep dicht rijdt. Dus het gaat niet meer om de sportmodus? Nee, kijk, kleppen gaan altijd open boven een bepaald toerental. Want dan moet hij zijn druk kwijt. Dus opent hij de kleppen. Maar als je nou door de woonwijk gewoon met je kleppen open wil toeren als het ware, dan is dat dadelijk ook mogelijk. We gaan nou even testen of de klep werkt, voordat ik alles weer dichtbouw.
paar weken terug hebben we ook een video gehad. Speciaal over PPF. Daar werd ook de vraag gesteld of dat het ook voor de voorruit was. Ja, dan wordt dit wel een beetje in beantwoord. Dit is dan geen X-spel, maar van Stek. En die hebben een lijn gemaakt speciaal voor de ruiten. Wat ik zeg, dat is dus ook zelfhealend. Ook voor echt voor krasherstel. En het is flexibel en verend. Dus als de steentjes tegenaan komen, dan dukt het ook niet gelijk in je glas of in je voorruit. Ze hebben een soort van stuiterbal effect. En het is UV-verend. Dus eigenlijk ook eens goed voor de binnenkant van de auto, zodat je dashboard niet verweert. Zo, dus voor nu zit het erop. Dan moet ik het laten drogen. En dan kan ik hem dadelijk, als hij droog is, kan ik hem netjes afsnijden op de rand van de ruit. En dan zie je geen naden, niks meer. Zit hè? Bij 76. En dat is de? De 76 is de hoogte en de 3 meter is de breedte uiteraard. Maar welk deel? Achterbumper. En dan als laatste hebben we nog de achterklep. We moeten alleen zo even overleggen wat we met de spoiler precies gaan doen. Want als we die eraf gaan halen, gaat die natuurlijk in één keer. En zo niet, dan moet het in twee delen. Dus we gaan in ieder geval even de onderkant opmeten. 40 is daar genoeg. En 1,25. Ik denk dat gewoon 1,52 hoog. Ja. 1,52 is de breedte van de rol, vandaar dat we dat veel gebruiken. En vandaar net ook 6,70. Want 6,70 is de helft van 1,52. Kan je de achterbump en de voorbumper boven elkaar doen. Op de rol. Ik schrijf het allemaal in mijn telefoon. Zodat ik in de notities, zodat ik die makkelijk kan delen ook met de andere werknemers als ze die nodig zouden hebben. En ik gebruik de rondjes. Zo weet ik precies dat als ik alles aan het voorsnijden ben, dan kan ik gewoon afvinken wat ik heb voorgesneden, zodat je nooit eigenlijk wat mist. Nou, alles is gemeten en nu gaat het snijden beginnen. Hoeveel delen hebben we in totaal die we moeten snijden? Ik ga even kijken. Eén voorbumper, één motorkap, twee fenders, twee zijkanten. Achterbumper, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In principe 10 delen, maar daarvan zit ook de hele zijkant erbij. En die gaan we wel ook nog eens opsnijden, zodat de deuren en de achterstem apart kunnen. Right. Hoeveel safety marge moet je meestal houden bij het meten? Het liefste wil je eigenlijk minimaal 5 tot 10 centimeter wel aan ruimte houden. Want als je hem dan plaatst, dan heb je in ieder geval genoeg ruimte om een klein beetje scheef te plaatsen. Want soms komt dat nog wel voor, omdat het natuurlijk met je handen is. Gaan we even het lijstje erbij pakken. Beginnen een motorkap. Wat is de afmeting daarvan? 1,90. Even kijken of het begin van de rol niet beschadigd is. Dan moet ik het hier vandaan, moet ik gaan snijden. Uiteindelijk hebben we hem. Hier zit dus een schermvloerlaag op. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat de folie tijdens transport beschermd is en dat je gewoon daar geen kras op krijgt. Alleen als wij de folie naar beneden gaan brengen met de beschermlaag, heb je kans op tunneling. Dat houdt in dat de protectielaag die erop zit, eigenlijk ervoor zorgt dat je allemaal vouwen krijgt in de folie en dat wil je niet hebben. Dus die halen we eerst af voordat we de folie gaan opvullen.
Volgende op de planning. BMW M6. Remklauwen terugmonteren. Verse spoten wielen. We mogen er ook weer onder. Er komt nog een kastje tussen. Er zitten catless downpipes onder. Er moet nog eventjes softwarematisch wat aangepast worden. Dan is hij ook weer klaar voor vertrek. Waarom zijn ze opnieuw gespoten? De kleur was voorheen ook goud. Alleen er zat een hoogglans finish op de achterremklauwen. En voor waren ze weer dof. En het was allemaal niet hetzelfde. Dus nu zijn ze allemaal hetzelfde en kwalitatief helemaal 100%. Met Q&A hebben we de vraag gekregen, wanneer komen de hoodies? De hoodies die zijn er nog niet. Want dit zijn t-shirts. Die komen zeer binnenkort. Met zeer binnenkort hoop ik. We hebben ze met een weekje wel. Alleen staan ze nog niet online. En wanneer die exact online komen, dat durf ik nog niet te zeggen. Want er moet nog een webshop worden voorbereid. Dus antwoord op de vraag heb ik niet. Maar zover? So far so good. Hij zit goed, hij is top. Binnenkort koop. En dan trek ik hem aan. Ja, en dan. Hey, TikTok. Bedankt voor het kijken naar deze week video van Absolute Motors. Laat in de comments even achter wat je van deze video vond. Vergeet hem ook niet te liken en te abonneren. En volgende week gaan we afscheid nemen van een wel heel bekende auto. Ben jij benieuwd welke auto? Kijk dan naar de volgende week video van Absolute Motors.